We kennen het allemaal. Tegenwoordig heeft iedereen stress. We hebben strakke deadlines, gigantische to-do's, keuzestress, Instagram-feedstress, schoolstress. Wat vinden mensen eigenlijk van mijn stress? Voedingsstress. Alleen maar stress, 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 stress. En waarom? Waarom is de huidige samenleving zo prestatiegericht? Waarom zou je jezelf die gigantische druk opleggen? Waarom is het plezierig leven van jouw leven zo makkelijk, maar door deze samenleving zo verschrikkelijk moeilijk? Waarom is gelukkig leven zonder te veel stress en druk niet gewoon wat we allemaal moeten gaan doen? Daar gaan we het vandaag over hebben in de allerlaatste Mental Monday video. Dit is iets, denk ik, wat niet alleen gericht is dus op de angststoornis en paniekaanvallen wat we de afgelopen keren hebben aangekaart. Stress heeft eigenlijk iedereen. Tegenwoordig heeft sowieso bijna iedereen stress. Is dat iets wat goed is? Ik ben sowieso ook heel erg benieuwd naar jullie visie hierop, op stress, hoe wij daar allemaal mee omgaan. In deze samenleving ook. Iedereen die heeft zoveel stress en is zo prestatiegericht. En ik ben daarom ook heel benieuwd naar jullie visie. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om mijn visie. Dus let me know in de comments. Laten we beginnen met deze Mental Monday video. Die gaat over stress. 5 tips tegen stress. En ik ga nog mijn aanraders van zelfontwikkelingsboeken met jullie delen. Want daar wordt gigantisch veel naar gevraagd. Dus dat ga ik lekker doen in deze video. Laten we eens beginnen gewoon met stress. Wat is stress nou eigenlijk? Nou, gezonde stress, een beetje stress, hoort bij het leven. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je een deadline hebt, hoor je een beetje de stress te ervaren en te hebben van, ik heb een deadline. Die stress zorgt er dus eigenlijk alleen maar voor dat jij die deadline haalt en dat je het inlevert. Een beetje stress, gezonde stress is, zoals ik al zeg, gezond en heel normaal. Tegenwoordig gaan we er iets meer overheen en krijgen we gewoon te veel stress. En te veel, alles met te, is niet goed. Eigenlijk leven wij, ik durf dat wel te zeggen, bijna allemaal in een stresstoestand. En ons lichaam die heeft gewoon de hele dag door te veel stress. En dat wil zeggen dat er te veel cortisol is een stresshormoon, in je lichaam zit. En die zorgt ervoor dat jij eigenlijk de hele dag door in overlevingsstand staat. En alleen al dat jij in een overlevingsstand staat, zorgt ervoor dat je de stress ervaart. Maar dat je lichaam niet gaat functioneren zoals jij wilt. En daardoor kan stress je letterlijk dus ziek maken. Dat is ook iets heel veel voorkomends, nu ook in de GGZ. Dat er veel mensen last hebben van lichamelijke pijntjes, fysieke pijntjes die niet helemaal te verklaren zijn. Dus laten we mijn voorbeeld nemen. Als jullie mijn verhaal hebben gezien, die video, weten jullie dat ik daar heel erg veel last van heb gehad. Ik heb het nog steeds, maar ik heb er gigantisch veel last van gehad. En bij mij was het zo erg dat er een MRI-scan mocht gaan plaatsvinden om te kijken of het allemaal wel oké daar was. En of ik geen tumor had. Omdat mijn lichamelijke stress eigenlijk zo hoog was dat mijn mentale toestand ervoor zorgde dat ik fysiek niet helemaal functioneerde. Waardoor ik dus duizelingen kreeg, hoofdpijn, misselijk, noem maar op. Maar uiteindelijk kwam er dus allemaal niks uit. En ging het daarna op zich wel weer beter. Maar vervolgens kikt het er weer in en dan komt het weer terug. De dokter die zei dus toen tegen mij, ja, het is stress. Je hebt last van stress. En ik geloofde dan niet, want hoe kan dat nou jou zo ziek maken? Hoe kan jij ervan overtuigd raken dat je doodziek bent door stress? Dat komt dus door de cortisol. Dat komt dus door dat wij leven in een stresstoestand. Ik wil niet zeggen dat iedereen hier last van heeft en dat iedereen leeft in een stresstoestand. Mijn vriend bijvoorbeeld, die is ook heel nuchter en ik weet zeker dat hij niet leeft in een stresstoestand. Maar ik weet wel zeker dat heel veel mensen er onbewust last van hebben en daar moet echt wat aan veranderd worden. Vandaar dat ik 5 tips heb hoe je stress kan voorkomen, hoe je het tegen moet gaan. Ja, laten we daar zo mee gaan beginnen. Zoals ik al zei, een beetje stress is goed, maar merk vooral op wanneer het te veel is. Nou, wanneer is het nou echt te veel? Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik vind het te veel als je er niet meer door kan functioneren en dat je er echt ziek van wordt. Dus komen we weer terug naar de hoofdvraag. Kun je van stress ziek worden? Ja.
En als dat het geval is, dan ben je eigenlijk al te ver gegaan. Nou, hoe merk je dat nou eigenlijk allemaal op? Gezonde spanning, je kent het vast als je een wedstrijd hebt of dus een toets en je zit daar met je examen bijvoorbeeld. Die spanning die je voelt, dat is gezonde spanning en lichte stress. Er gaat gewoon cortisol door je lichaam, wat adrenaline, dat is helemaal normaal. Maar zodra jij thuis je elke dag druk maakt om school, om leren en om je werk, om eigenlijk van alles. Gewoon je piekert over van alles en nog wat. En je gaat vervolgens eens een kwartiertje lang stil liggen. Gewoon niks. Mobiel weg, liggen op bed, ogen open of ogen dicht. En je gaat gewoon eens een kwartiertje gewoon liggen. Gewoon laten voor wat het is. Niks doen. Kijk eens wat je gaat voelen. Echt. Ze zeggen ook vaak, dat is trouwens ook wel iets heel moois. Of nou ja, moois. Eigenlijk is het vreselijk. Mensen met een burn-out, zodra dat wordt geconstateerd door een dokter of door een therapeut bij diegene, dat diegene een burn-out heeft, kan diegene het vaak nog niet geloven. En is die er ook niet van overtuigd dat hij een burn-out heeft. Vandaar heel vaak die ontkenningsfase. En dan moet dus die acceptatiefase gaan beginnen. Wat is het probleem? Wat zie je dus heel erg vaak bij mensen die een burn-out hebben of echt heel erg overspannen zijn. Zodra ze dus niet meer mogen werken en gewoon stil gaan zitten, gewoon niks doen. Lekker in bed. Op dat moment is het allemaal niet lekker. Je gaat in bed liggen. En op het moment dat je dus niks doet, kikt alles in en word je heel vaak ziek. En dat zie je ook heel vaak terug bij bijvoorbeeld een burn-out. Zodra je niks doet, word je ziek. En dat hebben bijvoorbeeld ook heel veel mensen in de zomervakantie. Daar ken ik bijvoorbeeld ook wel wat mensen van die daar last van hebben. Die gewoon het hele jaar door werken, weet je wel. En in de zomervakantie dan 2 weekjes vakantie hebben. En de eerste week van de vakantie gewoon ziek zijn. Jongens, dat is niet goed. Je zit zo erg in je stress. En juist omdat je op dat moment die 2 weekjes vakantie hebt. En tot rust kan komen en niks hoeft te doen. Word je ziek en geeft je immuunsysteem dus eigenlijk aan van, yo, het gaat niet. En dat komt dus eigenlijk puur door die stresslevel. Alles komt eruit. Omdat je gewoon het hele jaar door in stress zit. Hoog niveau van stress, heel veel cortisol zonder dat je het door hebt. En hoe erg is dat eigenlijk? Ik raad jou aan om op dit moment, of na deze video, eens een kwartiertje te gaan liggen. Gewoon zoals ik net vertelde, liggen, niks doen. Geen mobiel weg, niks. Gewoon niks en liggen. Ik weet, dat klinkt raar. Dat doe je misschien niet zo snel. Dat doe je wanneer je gaat slapen. Maar doe dat eens gewoon overdag of wanneer je deze video hebt gekeken. Probeer het eens. En probeer dus eens bewust na te denken en te voelen. Gewoon, wat voel ik nou eigenlijk? En vaak op dat moment, wanneer jij niks doet en dus gaat rusten, kikt het in. En voel jij je misschien heel gespannen? Voel jij je duizelige hoofdpijn? Voel je je niet op je gemak en heel oncomfortabel? Als dat het geval is, dan leef jij gewoon met te veel stress. Moet je daar iets aan gaan veranderen? Stel, je probeert dit nu uit en er is niks aan de hand. Dan is de stress nog niet geëscaleerd, zeg maar. En dan gaat het dus nog goed met je en dat is echt top. Hou er zo. Maar stel, je merkt dus tijdens het stilliggen en stilzitten en helemaal niks doen, dat je je helemaal onrustig begint te voelen, duizelig of whatever. Dan kikt het dus pas in en dan ben je er pas van bewust. Dan weet je dus dat je iets moet gaan veranderen in je levensstijl. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, zoals ik in al mijn video's heb verteld. Maar ik heb nu wel het een en ander ervaren qua therapie. Zoals jullie al wel weten nu. En onderzoeken natuurlijk, et cetera, et cetera. Pas wanneer jij helemaal niks doet en wanneer jij het gewoon laat gebeuren voor wat het is, kikt het heel vaak in. En dat is dus ook dat voorbeeld dat mensen in de zomervakantie de eerste week vaak ziek zijn. Pas wanneer jij niks doet, kikt alles in. En dat is dus eigenlijk echt niet goed. En dat moeten we eigenlijk gewoon met z'n allen gaan voorkomen. Vandaar deze 5 tips hoe je met stress om kunt gaan. En hoe je het eigenlijk een beetje tegen kan gaan. Mijn allereerste tip is, ga naar buiten. Lekker onhandig. Ga naar buiten. Klinkt allemaal zo cliché, maar doe het eens. Probeer het eens. Hoe vaak ben jij nou buiten? Vooral nu in deze tijd natuurlijk. Ben je waarschijnlijk thuis aan het werk voor school? Of ben je gewoon thuis aan het werk? En dan zit je de hele dag op je mobiel, op je schermpje. Raad je ook aan om naar je schermtijd even te gaan kijken. Hoe lang zit je nou eigenlijk op jouw mobiel of op je laptop? En daar kun je echt van schrikken. Door gewoon even naar buiten te gaan, kom je tot rust. Ga vooral ook geen stories maken dat je aan het wandelen bent. Of weet je wel, dan krijg je namelijk gelijk
die prikkels van je mobiel, van die druk die je zelf oplegt van ik moet nu even een story maken om aan de buitenwereld te laten zien, yo, ik ben aan het wandelen. Doe dat gewoon lekker niet. Ga gewoon in het begin lekker wandelen voor jou. Je doet het immers allemaal voor jou en niet voor de volgers of voor de buitenwereld om te laten zien dat je wandelt. Dan komen we gelijk bij tip 2, namelijk voel je dat je gestrest bent na dus dat kwartiertje liggen bijvoorbeeld en niks doen? Of merk je het sowieso al op? Leg je mobiel weg. Klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar doe het eens, probeer het eens. Jouw mobiel zorgt er namelijk alleen maar voor dat jij continu prikkels krijgt en continu stresshormoon aanmaakt, namelijk cortisol. Van jouw mobiel krijg je letterlijk cortisol aanmaak, oftewel stress. En dat heb je misschien allemaal nog niet door en je zit gewoon lekker op Instagram, dus hoezo krijg je daar stress van? Het is echt zo, onbewust ga jij je vergelijken met anderen, ga je jezelf een druk opleggen en alleen al het scherm zelf zorgt ervoor dat jij cortisol aanmaakt. En ga gewoon even wat anders doen, zoek een hobby, zoek iets anders. Tip 3. Ga sporten, bewegen of mediteren. Dat valt eigenlijk een beetje onder dat ga naar buiten. Met bewegen, je kan gewoon gaan wandelen. Maar je kan ook echt gaan sporten. Want sporten zorgt ervoor dat jij een geluksstofje aanmaakt. Dopamine. En die zorgt ervoor dat jij geluk voelt in je lichaam. En dat breekt ook de adrenaline en cortisol af. Dus het is echt heel belangrijk dat als jij heel erg in je stressniveau zit. En gewoon echt bijvoorbeeld mentaal in disbalans zit. Of gewoon heel gestrest bent. Of een burn-out hebt, dat je dan een rustige manier bij een burn-out gaat wandelen bijvoorbeeld. Maar zodra je gestrest bent of dus heel hoog in je niveau zit, in je stressniveau, ga bewegen, ga sporten, want het maakt gelukstofjes aan en dat is precies wat je wil. Ook als je angstig bent, last hebt van paniekaanvallen, ga sporten, ga bewegen. Ik weet dat het in het begin eng is, maar zet je eroverheen, want het zorgt ervoor dus dat het de adrenaline afbreekt. Want die adrenaline is echt de boosdoener bij stress, maar ook bij angst. Want het zorgt er dus voor, mocht je mijn video nog niet van vorige keren hebben gezien, dat jij in een vecht- en vluchtreactiestand komt te staan. Waardoor er de hele dag door adrenaline door je lichaam gaat. En dat zorgt er alleen maar weer voor dat jij meer stress ervaart. Eigenlijk op overlevingsstand staat. En dat gaat er op den duur voor zorgen dat jij mentaal disbalans raakt. Of een burn-out krijgt of noem het maar op. Dus ga bewegen. Zorg ervoor dat jij je hoofd leeg maakt. Ook heel belangrijk. Met sporten maak je vaak je hoofd leeg. En dat geeft gewoon een heel fijn gevoel. Tip 4. Ga jezelf of je huisdier of iets anders verzorgen. En dat klinkt misschien heel raar. Maar probeer dat eens. Doordat jij bijvoorbeeld heel erg je huisdieren gaat knuffelen en zo, maak je ook al het gelukstofje aan. Misschien heb je dat op dat moment niet zo door, maar het helpt zeker. Het draagt zeker bij aan het verminderen van je stressniveau en aan het verminderen van de cortisol. Dus ga jezelf verzorgen, ga in bad, ga een boekje lezen, doe een maskertje op. Ga de aroma diffuser aan, doe lekker ontspannen, mediteren bijvoorbeeld, yoga, je konijnen knuffelen, je hond knuffelen, je hamster knuffelen. Maak het allemaal niet uit. Je planten water geven. Gewoon verzorgen. Want dat zorgt voor gelukstofjes aanmaak. En dat wil je. En dan de laatste tip. Dit zijn wel echt hoofdtipjes. Er zijn natuurlijk nog gigantisch veel meer tips. Maar ik heb er 5 uitgekozen die echt van belang zijn. En de laatste tip is dan ook echt het moeilijkste. En ook echt het belangrijkste misschien wel. Let op je voeding. De combinatie van bewegen, voeding en doen wat je gelukkig maakt, dat is gewoon echt key. Gewoon. Ik weet dat het heel lastig is. Ik hou van alles wat los en vast zit qua voeding. Ik ben gek op eten en gek op drinken. Op het moment dat jouw lichaam bepaalde voedingsstoffen nodig hebt, dus op het moment dat jij gestrest bent of mentaal in disbalans bent, schreeuwt het dus eigenlijk om bepaalde voedingsstoffen die jij jezelf niet geeft. Want waarschijnlijk eet je patatjes of pizza of een chipje, chocolaatje, snoepje. En dat zorgt er niet voor de vitamintjes, dat zorgt niet voor de juiste voedingsstoffen die jouw brein, die jouw lichaam eigenlijk wel van je vraagt. En dat kan er alleen maar meer voor zorgen dat je dus in disbalans raakt of nog meer stress krijgt. Misschien zorgt het op de korte termijn ervoor dat je je gelukkig voelt dat je een reep chocola eet. Of dat het een bevredigend gevoel geeft. Maar op de lange termijn is dat gewoon echt niet goed. En zelfs gevaarlijk voor je mentale disbalans en je mentale gesteldheid eigenlijk. Dus zorg voor de juiste voedingsstoffen. Kijk bij de dokter welke vitamine bijvoorbeeld je tekort hebt. Ga dat aanvullen met vitamines of met je supplementen. Wat ik zelf bijvoorbeeld neem. Ik zeg niet dat jij dat ook moet nemen. Want natuurlijk is
ieder lichaam anders. Maar ik zelf slik naast gewoon dat ik gezond probeer te eten en alleen maar water en thee drink. Af en toe een wijntje, maar ik drink geen dubbel fris, Fanta, sinaas, cola, alles. Dat drink ik allemaal niet meer. Maar naast dat ik dus dat probeer voor mezelf goed op orde te hebben, neem ik nog wat supplementen. Ik neem magnesium. Magnesium, dat zorgt er heel erg voor de werking van je brein. Ik zal anders even wat linkjes in de beschrijving zetten voor meer informatie. Waar ik zelf mijn supplementen bestel is bij Charlotte Labbé. Dat is een brain expert en ik vind haar echt top. En verder neem ik ook nog, dat is zo'n lastige naam. Rhodiola, ik weet het weer. En dat is eigenlijk sowieso alles 100% natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ik raad je ook heel erg af, sterk af, om je supplementen of vitamines bij een drogist of kruidvat of iets anders te halen. Omdat daar heel vaak andere ingrediënten worden toegevoegd. Ja, mocht je hier allemaal veel meer informatie over willen, dan zou ik zeker Charlotte Labbé aanraden om te volgen op Instagram of website te checken. Want zij heeft daar natuurlijk super veel verstand van. In ieder geval wat ik van hun allemaal heb opgestoken van die expert, is dat er in bijvoorbeeld vitamine B of vitamine C die je bij de kruidvat haalt, niet alleen de juiste ingrediënten zeg maar zitten die je eigenlijk nodig hebt, maar dat er nog bepaalde voedingsstofjes en dingetjes worden toegevoegd, zoals die smaakstof en zoetstof, om het wat aangenamer te maken. En dat maakt het alleen maar erger. Dat zorgt er juist eerder meer voor dat jij eerder in een mentale disbalans komt dan dat je het gewoon niet neemt. Dus ik raad je het zeker niet aan om het via zoiets te halen, maar echt om er wat voor bereid te zijn om er wat meer voor te betalen. Ik betaal ook 30 euro per potje, maar dan weet je dat het goed spul is en dat er geen shit allemaal wordt in toegevoegd en dat er alleen magnesium en bicyclinaat in zit in plaats van smaakstoffen, aspartaam, etcetera, suikers, noem het maar op. In ieder geval, terug naar mijn verhaal. Magnesium neem ik. Ik neem Rhodiola. Rhodiola is eigenlijk een sterk plant. 100% plantaardig en natuurlijk. En die helpt heel erg bij angst als je daar last van hebt. En ik neem ook nog vitamine C en omega 3. En dat was hem volgens mij. Oh ja, en kurkuma. En kurkuma is ook heel erg, helpt heel erg bij afvalstoffen en... Nou ja, noem het maar op. Ik zou zeggen, mocht jij interesse hebben en benieuwd zijn wat het allemaal doet, check even de beschrijving of de linkjes in de beschrijving. Want ik denk niet dat iedereen erop zit te wachten dat ik helemaal uitleg wat elk supplement doet. Want dat kun je ook gaan opzoeken. Maar in ieder geval, dat zijn de supplementen die ik naast mijn voeding nog neem. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat jij als je jouw voedingspatroon op een zodanige manier goed aanpast en daarbij nog wat voedingssupplementen tot je neemt, dat je gewoon echt in balans komt en dat eigenlijk al een grote stap is naar verbetering. Ja, dat waren eigenlijk de 5 tips. Misschien een beetje langdradig, maar goed, dat zijn jullie niet anders van mij gewend. Ik lees dus heel veel zelfontwikkelingsboeken omdat ik dat gewoon echt heel erg leuk vind, interessant vind en er heel veel uit haal en van leer en dat ook weer toepas. En ik heb het gevoel dat heel veel dat nu ook wel interessant vinden. En omdat ik heel veel vragen naar krijg, ga ik nu vertellen wat mijn aanraders zijn qua boeken voor angst, voor stress, voor zelfontwikkeling. Allereerste aanrader is deze, De Edele Kunst van Not Giving a Fuck. Ik zet trouwens alle boeken die ik nu laat zien in de beschrijving ook weer linken. Dus check even na de video de beschrijving, daar staat alles gelinkt. Maar in ieder geval dit boek. Dit gaat echt over, hier staat ook wel de tegendraadse aanpak voor een goed leven. Dit is een boek die niet zozeer, je gaat hier niet mee aan de slag met van alles en nog wat. Je hebt ook bepaalde boeken, daar komen we zo op terug, dat je echt aan de slag moet. En een soort van opdrachten krijgt. Maar dit is gewoon echt een leesboek. En dit heeft mij heel veel inzichten gegeven. En ik raad je ook aan, ben jij nieuw hierin en wil jij beginnen met het lezen van zelfontwikkelingsboeken, raad ik je deze aan om eerst te lezen. Want deze geeft jou heel veel inzichten en ideeën en hoe jij op een andere manier naar de wereld kan kijken. Dus dit is de eerste aanrader en die heb ik echt heel snel uitgelezen. Dan komen we aan bij de tweede aanrader, namelijk Brain Balance. Dit is dus Charlotte Labbé, waar ik het net over had. Zij is dus een brain expert en zij heeft echt heel veel meegemaakt. In een mentale disbalans gezeten, een burn-out gehad, neergestort gewoon, MRI-scans gehad. Eigenlijk een beetje mijn verhaal. Ik herken mijzelf heel erg in haar verhaal. En zij heeft dus haar leven op zo'n manier veranderd met allemaal tips en tricks dat zij nu dus in balans leeft. En ja, zij vertelt dus in dit boek eigenlijk hoe het geheim voor geluk en gezondheid en in 6 stappen en 60 dagen ben jij weer in balans.
Dit is echt een aanrader. Deze lees je zo weg. Het is super gemakkelijk. En daardoor ook heel fijn om te lezen en toepasbaar. En hier heb je ook wat opdrachtjes in. Dus je gaat ook een beetje aan de slag met je eigen gesteldheid eigenlijk. En visualiteit. Echt een aanrader. Dus deze vind ik heel erg fijn. Dan het derde boek. En heel eerlijk, deze heb ik nog niet gelezen. Deze heb ik net nieuw in mijn collectie. Maar deze kreeg ik van jullie heel erg veel aangeraden. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb hier Leven met de Wind mee van Jelle Hermes. Hier staat ook minder drama in je leven en meer rust in je hoofd. Ik heb ervan begrepen dat je hier echt ingaat op, hier staat ook dramaloosheid. Hoe je meer go with the flow krijgt in je leven en niet te veel gepieker. In ieder geval minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. Dus deze ga ik zeker nog lezen. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Dan een boek waar ik ook op dit moment nog mee bezig ben en ook een aanrader is, is Patronen Doorbreken. Patronen Doorbreken vind ik wel een heftig boek. In het begin krijg je heel erg veel informatie en dat is sowieso van belang. En dat vond ik heel erg interessant om te lezen. Maar vervolgens ga je echt als een soort opdrachten- en huiswerkboek aan de slag met jouw eigen patronen. En je krijgt in dit boek heel veel informatie. En vervolgens een soort opdracht om die informatie bij jezelf te herkennen. En te kijken hoe dat patroon nou eigenlijk in jouw leven is. En hoe je dat dan weer vervolgens kan aanpassen. Dus dit is een wat heftiger boek. Dit is niet een boek die ik voor het slapen even ga lezen. Want hier ga je echt intensief mee aan de slag. Maar daardoor vind ik het wel een heel goed boek. Want hij is heel duidelijk en... Hier, het staat hier toevallig ook een heel goed boek. Oh, grappig. Maar ja, ik weet niet. Deze vind ik heel erg fijn. Dan het ene laatste boek is deze Mind Gym. Dit is sportschool voor je geest en in 12 weken meer focus, rust en energie. Ik ben hier nog niet aan begonnen, maar volgens mij is deze wel heel intensief. Een beetje zoals patronen doorbreken, dat je echt aan de slag gaat met van alles en nog wat. Om je beter in je vel te gaan voelen. Hier staat bijvoorbeeld ook bij goed voor jezelf zorgen. Denken we vaak aan veel bewegen, gezond eten. Maar je zit pas echt lekker in je vel als je ook mentaal sterk bent. En in dit boek ga je dus 12 weken lang je mentale conditie verbeteren. Dus dit sprak mij gewoon heel erg aan. En dan het allerlaatste boek. En deze kennen jullie waarschijnlijk nou wel een keer bij mij. Het 6 minuten dagboek. Dit is geen leesboek. Maar absoluut, absoluut de moeite waard. Ik ben hier ook elke dag mee bezig. Dit is echt een do-it-yourself boek. Je gaat hierin schrijven. Het is echt een dagboek eigenlijk. Het invulboekje. Je krijgt eerst een heel uitleg wat ik heel interessant vond over positieve psychologie. Wat daar de effecten van zijn. Eigenlijk een positieve mindset. En vervolgens ga je dus zelf aan de slag met vragen. En ga je je gedachten op papier zetten. En het kost je maar 6 minuten per dag. Je bent dus 3 minuten bezig in de ochtend. En 3 minuten bezig in de avond. Dit is ongeveer hoe het er elke keer weer uitziet. En 1 bladzijde per dag eigenlijk. In het bovenste deel ga je in de ochtend mee bezig. Dus dan staat er ik ben dankbaar voor. En dan schrijf je 3 dingen op. Dan zo ga ik van vandaag een geweldige dag maken. En positieve affirmatie. Dat kost je 3 minuutjes in de ochtend. Nou en vervolgens je hebt hier nog een leuke quote. Elke quote is ook anders. Dus dat is 3 minuten in de ochtend. En dan vervolgens ga je nog 3 minuten in de avond naar het avondgedeelte. Dat is hier. En dan moet je je goede daad van vandaag opschrijven. Wat ik aan mezelf kon verbeteren. En leuke dingen die ik heb meegemaakt. En dan noem je 3 dingen op. Om heel bewust dus op papier te zetten. Waar je dankbaar voor bent. En wat je kan verbeteren. Neem je dat eigenlijk onbewust heel erg mee. En ook wel een beetje bewust. Want de volgende keer als je dan bij wijze van spreken, ik schrijf heel vaak op bij wat ik aan mezelf wil verbeteren. Minder op mijn telefoon, dus minder die prikkels, minder die cortisol aanmaak. En elke keer als ik dan bij wijze van spreken een dag verder ben en ik kijk even terug wat ik bijvoorbeeld gisteren had opgeschreven. Ga ik denken, goh, heb ik vandaag nou minder op mijn mobiel gezeten of niet? Nou, ja of nee, stel dus nee. Schrijf ik hem bijvoorbeeld weer op en dan word ik er wel telkens aan herinnerd dat ik dat wil doen. Dus dan neem je het wel sneller mee. Op het moment dat je er niks mee doet en gewoon in je hoofd denkt, joh, ik wil minder op mijn mobiel, doe je er niet zoveel mee. Door het op te schrijven ga je er wat meer mee aan de slag en word je er wat meer bewust van. En positieve psychologie heeft ook heel veel goede effecten op stress en op je fijn in je vel voelen. Dus dit is echt een aanradertje. En dat waren dan eigenlijk de 5 tips en de boeken die ik aanraad op dit moment. Ik wil eigenlijk nog best wel veel boeken nog lezen, maar dit is een beetje wat ik op dit moment een beetje... in mijn assortiment heb. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze laatste Mental Monday video. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hebben gehad. En ik hoop dat jullie aan alle video's wat hebben gehad. En dat we een beetje het taboe hebben doorbroken. In zoverre zo snel dat kon. Maar in ieder geval
praat erover. Het is oké. Ik wil nog wel dit soort video's blijven maken. Maar dan niet in een serie. Maar gewoon wanneer ik daar zin in heb. Dus dit was zeker niet de laatste video over mental health en dat soort dingen. Dat komt er zeker nog aan. Maar voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En succes met alles. En check de beschrijving. En ja, dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!